Wij zijn Shema en Iman en we gaan vandaag Peter interviewen. Wat doet u hier in de buurtwinkel? Ik zit in de commissie van de bewoners. Ik zit in de commissie voor de speeltuin, voor de kinderen. Wij willen dus zorgen dat alle mensen, wat voor mensen het ook zijn, bij elkaar te krijgen. En de gezelligheid hier in de buurt ineen te brengen. Wat vindt u van de buurtwinkeltuin? Ik zou dat heel leuk vinden als dat hier opgeknapt werd. Wat vindt u van dat wij tuin opknappen? Een heel goed initiatief van jullie. En dat zal ik ook in onze commissie even naar voren brengen. Dat ik daar echt trots op ben. En waarom? Dat nu bij ons ook eens een keer wat voor ons gedaan wordt. Want wij zijn er wel eens mee bezig geweest. En ik heb weinig tijd ervoor. Dus ik ben blij dat er nu een jongere groep opstaat. Dat wij kunnen zeggen, wij gaan een stapje terug doen. En daar ben ik trots op. Zo meiden, ik heb nog 300 vierkante meter. Oh, er niets heerlijkers dan lekker roeten in de aarde. Ja, heerlijk is dat, hè? De knijp. Ze zijn toch niet vies van vieze handen, of wel? Oh, één ding. Nee, moet je altijd zo doen. Want als je erop stapt, knalt tegen je aan. Oh, yeah. Altijd zo houden. Zeker. Les 1. Let op je materiaal. Les 2. Probeer je handen vies te maken en wees niet bang voor de aarde. Les 3. Heb plezier. En daar komen de kruiden en dat mag leeg blijven. Dat moeten we wel omspitten. Het zag er eerst heel erg saai uit en heel veel onkruid en de tuin was heel erg vies. En vorige week hebben we al een beetje alles opgeveegd. En we krijgen ook een tuinset, waar we kunnen zitten. Ja. En dat is wel, dan kunnen we ook gewoon een keer iets in de tuin doen in plaats van binnen. Shema, ja. Wat vind jij ervan om te tuinieren? Het is leuk om mijn ding op te knappen. En doe je dit vaker? Nee, niet echt, want we hebben ook geen tuin thuis. Ik woon in een flat. Maar wat vind je van het plan zelf dat we de tuin gaan pimpen? Vind je dat ook leuk? Of? Ja, ik vind het wel leuk om een keer te doen. En wat vind je er dan precies leuk aan? Ik vind het leuk om te echt planten, niet om een onkruid weg te halen. Ja. We zien je zo terug als we met de planten gaan beginnen. 3, 2, 1. Pauze! Kijk, oh niet? Ja. Henne, wat vind jij ervan dat ze aan het tuinieren zijn? Ik vind het geweldig. Even de buurtflat oppimpen. En toen je het plan hoorde, wat vond u ervan? Eindelijk een beetje vrolijkheid hier aan de buurtwinkel. En gezelligheid, zodat we straks als het zonnetje weer schijnt, net als maart, kunnen we lekker buiten zitten. Zou het belangrijk zijn voor de wijk? Ja, meestal vind je dode planten en onkruid. Het is leuk als het hier een beetje gezelliger is. Het is natuurlijk ook heel erg leuk voor die mensen die hier wonen. Ook heel erg leuk, want hun werk dus ook lekker met een hele saaie tuin. En dan kunnen ze misschien ook, als het lekker weer is, zeg maar in de pauze buiten zitten. Of kunnen ze daar hun boterham eten. Is dit nou wat weer? Lijkt wel mint, nee? Hier wel mint of zo. We hebben zeg maar het meeste gehaald die je niet goed hoeft te onderhouden. Ja. Omdat we hier niet elke dag zijn. Ja, dus om de week ongeveer. Gewoon kleurrijke bloemen en ook een paar klimopbloemen. Die moeten aan de hek. En deze vind ik zelf wel erg leuk. Dat zijn van die ronde bloemen. Ik vind deze juist mooi. Wie gaat die zijn roze en zo en echt zo'n zomer. Waarom is betrokkenheid van jongeren belangrijk voor de wijk? Ik ben zelf al een beetje ouder. En ik hoop nu eens een keer dat de jongeren het voor ons op gaan nemen. En als ik zie de resultaten het ogenblik, dat er al veel gedaan wordt met jongeren bij ons ook al. En die ook ons ondersteunen. Daar ben ik echt gelukkig mee.